De Raad van Ministers heeft gisteren de tweede fase van inkomstenverhogende maatregelen ingevoerd. Als onderdeel van het herstel van staatsfinanciën wordt de douanekoers marktconform aangepast van 4,04 SRD voor een Amerikaanse dollar naar 7,28. Verder zijn de verschillende brandstofprijzen aangepast. De maximale pompprijzen zijn nu voor diesel 4,45, voor gasoline zonder additieven 4,90 en voor gasoline met additieven 4,97. Minister Sigrid Burleson van Handel en Industrie en minister Gilmore Goefdraad van Financiën geven meer uitleg over de aanpassing van de benzineprijs. Het ministerie heeft enkele maanden terug speciaal gevraagd aan de regering en zeker de president om de prijsverhoging die zou voortvloeien uit de koersstijging, om dat te compenseren uit de government take. Daar hebben wij akkoord voor gehad en dat ook steeds weer. De president heeft zich persoonlijk ermee bemoeid om ervoor te zorgen dat de laagst mogelijke prijs werd gehanteerd. Maar anderzijds hebben we de situatie dat de government take waaruit dat werd gecompenseerd, dat eigenlijk helemaal is opgesoupeerd. En het gevolg is dat het ministerie van Financiën 60 tot 80 miljoen verliest maandelijks. En het betekent natuurlijk dat de overheid ook wel inkomsten moet hebben. Het kwijnde in feite al onze belastingen weg, al onze government take weg. En we zouden op een gegeven moment zelf de omzetbelasting gaan missen. De regering heeft toch wel het besluit genomen voor een 20 cent verhoging. Dat heel weinig is, heel weinig. Je kunt begrijpen dat dit slechts een fractie is van wat wij in feite nodig hebben. Maar natuurlijk wordt er heel veel rekening met de gemeenschap gehouden. We zitten in een zware situatie. We willen het zo licht mogelijk maken voor de mensen. Dus we beginnen met een 20 cent. En daarnaast natuurlijk kijken naar andere manieren waarop wij toch wel wat geld kunnen binnenhalen om de staat draaiende te houden. Minister Burleson zegt dat de pompprijs hiermee nog lang niet marktconform is, maar dat zij ervoor zullen waken dat de samenleving slechts geleidelijk aan de aanpassingen zal merken. Voor wat betreft de aanpassing van de douanekoers zegt minister Hoefdraad dat de basisgoederen zijn uitgezonderd en een groot deel van de productiemiddelen. Hierdoor zullen brede lagen van de bevolking niet geraakt worden en zal de productie geen schade aanrichten. De derde maatregel die de overheid doorvoert is knippen in honoraria van de honderdtal overheidscommissies. Alle overuren en onkostenvergoedingen van die commissies worden niet meer toegekend. Hiermee bespaart de overheid op maandbasis enkele honderden duizenden dollars, meent vicepresident Ashwin Adin, die uitlegt waarom deze drie maatregelen nodig zijn. We hebben gezien dat één van de maand we wat perikelen hebben gehad met diverse subsidieafhankelijke instellingen. Nou is het zo dat de verantwoording van die subsidieafhankelijke instellingen natuurlijk belangrijk is naar minister Financiën, naar de regering toe. Omdat te zeggen welk deel van die subsidie is zijn de lonen en salarissen die wij garant moeten stellen elke een van de maand. Daar kwamen we in de problemen en dan zeggen we, zijn die middelen toereikend genoeg om alle subsidieinstellingen te kunnen voorzien. Deze inkomsten die wij hiermee kunnen verdienen, mag de gemeenschap van verzekerd zijn dat dit naar die instellingen gaat. Dat dat uiteindelijk die garantie geeft aan de lonen en salarissen binnen deze subsidieafhankelijke instellingen. Tegelijkertijd moeten we dan gaan kijken naar management. We hebben gezegd, als die verantwoording niet op tijd komt en we willen de garantie hebben als we subsidie geven aan die instellingen, dat die werkelijk de lonen en salarissen, dat daarmee de lonen en salarissen betaald worden, dan moeten we wat grondige aanpassingen gaan plegen. Dat wil zeggen dat de oude wet, de verordeningen die we kennen op staatsbedrijven, nu een nieuwe fase moet ingaan waar we een nieuwe wet op staatsbedrijven instellen. En de wet eigenlijk voorziet dat de staat, dat de instellingen, zij het stichtingen, of allerlei instellingen van de staat, onder toezicht van minister Financiën en het ministerie van Financiën vallen. Zodat je dan rolnummers kunt uitzetten en de mensen rechtstreeks de salarissen kunnen betalen in plaats van als subsidie. Dat is de garantie die wij de mensen willen geven.
aldus vicepresident Ashwin Adin. Minister Hoefdraad voegt eraan toe dat wij het nog steeds moeilijk hebben en nog in een crisis zitten waar we uit moeten komen, maar dat de vooruitzichten op middellange termijn er veel beter uitzien. Wij gaan door met de inkomsten waar nodig is. Er is een sterke verbetering op komst bij de belastingen en de douane en wij blijven heel zuinig met de centen omgaan, besluit de bewindsman.